Welkom, ik ben Tom Lassing, beursbox.nl. Ik ga het vandaag hebben over het grondstoffenaandeel Vale. Ik heb me laten vertellen dat het Vale heet in plaats van Vale. Een Utrechter, dan heet het Vale. We gaan eens even kijken bij Financial, want er is veel te melden. En we gaan daar eens kijken. Nou, een van de dingen die belangrijk is, is dat de productie van ijzererts, die is voor hun heel belangrijk, die ligt rond de 315 en 320 miljoen ton. Nou is het alleen zo dat ijzererts de laatste tijd een lage prijs zag. Maar we zien nu ook dat China weer begonnen is met het smelten van ijzer. En dat is positief. Dus ik denk dat het niet negatief is. Verder is er een spin-off. Dat ze proberen toch te profiteren van afval wat er bij het bouw eigenlijk vrijkomt. Dus daar willen ze een spin-off gaan realiseren. Maar belangrijke nieuws is dit nieuws. Dat is dat de Braziliaanse politie wil dat de aanklager gaat voor moord en milieu en de ja, moord en milieu overtredingen. En ja, behoorlijk lullig. In 2019 is er een dam gebroken. En wat ze nu willen is dat er tegen zowel Vale als tegen een bedrijf wat de controles op die dam voerde, worden er dan 19 mensen aangeklaagd. En voor onder andere moord. En ja, dat is vrij ernstig. Er is al, en dat is wel even belangrijk om dat even te vermelden, er is al een keer een actie geweest, de civiele actie. Dus hoe de slachtoffers, 270 mensen dood, de slachtoffers en nabestaanden met name van de slachtoffers, die zijn al akkoord gegaan met $6,7 miljard aan vergoedingen. Dus dat deel is afgerond. Alleen nu wil de overheid nog, omdat de politie van mening is dat hier toch sprake is van moord en milieuschade. Ja, belangrijk. Met name die milieuschade, is die dambreuk, is die hun aan te rekenen. En ja, ze hebben het laten controleren. Nou, dat is dus een wettelijke eis. Daar is aan voldaan. Het is gecontroleerd. Alleen ja, Brazilië staat natuurlijk bekend om zijn corruptie. En is hier nu sprake van corruptie? En Vale heeft de naam niet mee. Ze hebben echt in het verleden veel gedaan met corruptie. Ze waren daar deel van. En ja, dan is het de vraag, was hier sprake van corruptie? Of is het gewoon een vreselijke samenloop van omstandigheden geweest? Of heden geweest. De politie vindt dus dat hier sprake is van moord. En dus zeggen ze dat hier dus wel sprake is van corruptie. Dat moet haast wel. Want als het een goede dam was die per ongeluk toch gebroken is, ja, dan kan je niet voor moord gaan. Dan is het toch een kwestie van ja, shit happens. En daar gaan ze dus niet voor. Ze zeggen toch echt van ja, hier is moedwil. Want moord is moedwil. En daar is hier sprake van. En dat is zorg. Er worden dus 19 mensen aangeklaagd. En de vraag is dus, in hoeverre gaat dit Vale nog geld kosten? Plus hun goede naam. Ja, die goede naam, daar proberen ze echt wel wat aan te doen. Maar gaat hier nog echt ook het bedrijf aangeklaagd worden? Of is dit puur op de personen? En ik moet je eerlijk zeggen, dat weet ik dus niet. Ik heb er geen zicht op. Het is echt dat ze op de personen aanklagen. Maar of het bedrijf dan ook nog aansprakelijk wordt, ja, dat durf ik gewoon niet te zeggen. In wezen zou het zo zijn dat de grootste problemen financieel gezien achter hun liggen, omdat ze die civiele zaken afgerond hebben. Maar ja, nu krijg je dus het vaak, wat gaan die 19 mensen, wie zijn dat? En wat gaat hun dan nu overkomen? En ja, hoe gaat dat uitpakken? Eens even kijken wat er nog meer staat. Ja, het politierapport is dus nog niet vrijgegeven. Dus inhoudelijk kunnen Vale en Turf Zuid kunnen niet reageren, omdat ze nog niet weten waar ze dus precies op aangeklaagd gaan worden. Maar het gaat dus komen
En ja, dat is dus een heel vervelende zaak. Gaan we eventjes naar de grafiek van Valeen. We zien nu dat het dividendrendement 21,85% is. We zien ook de koers-winstverhouding 3,67. Nou, gaan we dan naar de statistiek. Dan zien we wel dat de PEG-ratio enorm is opgelopen. En die is nu 13,4 onder de 1 is kopwaardig. Dus als we kijken naar 5 jaar, dan zijn analisten niet meer positief. Dus analisten hebben het nu en voor volgend jaar nog hartstikke positief. Volgend jaar koers-winstverhouding van 4,15. Dus dat is ook echt heel erg positief. Maar blijkbaar in de jaren daarna zou het minder moeten worden. Nou, de vraag is, kunnen analisten al zover vooruitkijken? Dat is 1. Wat weten we van de economie over 3, 4, 5 jaar? Dat is eventjes het punt. En het zal wel een enorme verandering betekenen voor dit bedrijf. En dan is de vraag waarom. Het bedrijf is zich aan het omvormen van puur ijzererts naar ook koper en ook wat andere metalen. Nog altijd is het vooral ijzererts, laat dat heel helder zijn. Maar die omschakeling die zou ook goed moeten kunnen uitpakken. Maar ja, blijkbaar vinden analisten dat dus nog niet. Kijken we naar de profitability en management effectiveness, dat is gigantisch. Werkelijk out of this league, dat is ongelooflijk. De omzet, maar dat is in BRL, die omzet, is 302 miljard. Maar dan moet je wel BRL, volgens mij is dat gedeelde 14. Even uit mijn hoofd, als je in dollars kijkt. En hetzelfde geldt voor de balance sheet en de schulden. Maar als je kijkt naar de cashflow die vrijkomt, dat is ook allemaal gigantisch. En de payout ratio is nu 77%, maar dat is dan wel 21,85%. Dus dat is echt enorm. Nou, het opmerkelijke is dus dat het spot en spot goedkoop is, het aandeel. Maar dat het dus de PEG-ratio over 5 jaar bezien niet zo positief is. Kijken we naar het laatste half jaar. Ja, je ziet, het is gewoon een koersval van hier tot Tokio. En ook ik heb die koersval voor een deel meegemaakt. Ik dacht dat ik rond de 17 heb gekocht, gemiddeld. En ja, dat is nu 12,4. Dus ik sta echt wel fors in de min. Het is een grote positie voor mij. En ja, ik verwacht dat hier een omschakeling omhoog komt. Maar wanneer, dat weet ik ook niet. En ik ben er dus ingestapt vanwege die extreme goedkoopheid. Maar ja, eigenlijk, hè, achteraf gezien zeker, maar je moet eigenlijk een vallend mes moet je niet proberen te vangen, dat is 1. Het tweede is, het is slimmer om in een opwaartse trend te kopen. Dat is slimmer, maar dan mis je net die bodem. Ja, aan de andere kant mis je dan ook dat laatste stukje van die daling. En ja, ik was dus gewoon te vroeg en dat is even jammer. We zien hier de MA9, MA50, dit is de MA50, dit is de MA9. Die zit eronder, die moet hier doorheen. En dan hebben we een positief signaal. Dat is pertinent niet het geval. Hier zie je eigenlijk het signaal. En daar had ik me aan moeten houden. En ik heb al vaker gezegd, als ik me niet aan mijn eigen regels hou, dan gaat het mis. En in dit geval, achteraf gezien, ging het dus mis. In die zin dat ik er dus veel te vroeg in ben gestapt. En dus te hoog heb betaald. En ja, nou ja, goed. Ook ik blijf leren van mijn fouten weliswaar, maar ik blijf leren. Ik hoop dat je het een interessante video vond. Als je dat vond, geef een like. Heb jij informatie over Valeen of heb jij vragen over dit aandeel of andere aandelen? Heb je een idee voor een andere video? Laat het mij weten. Kan ik eens kijken of ik tijd voor heb om een video te maken. Verder, abonneer je op de nieuwsbrief van beursbox.nl. En abonneer je ook op dit kanaal. Dan moet je voor inloggen bij YouTube. En als je dan op dat blauwe belletje drukt, dan krijg je ook notificatie als ik een video heb gemaakt. Ik dank je wel voor het kijken. Tot de volgende keer. Houdoe!